We zitten halverwege de bestuursperiode 2022-2026. Een goed moment om eens te kijken naar een aantal ontwikkelingen in Pela Maas. Kijk jij met ons mee? Er zijn in heel het land meer woningen nodig, ook in Pela Maas. De afgelopen jaren zijn er al veel nieuwe woningen gerealiseerd. Ja, we zijn bezig met de broodnodige inhaalslag op de woningmarkt. De afgelopen jaren zijn er zo'n 1000 woningen bijgekomen. Dat is ongeveer heel Koningslust en Echel bij elkaar. En willen we dat tekort op die woningmarkt, willen we dat inlopen, dan moeten we dat kunstje nog een keer waarmaken. En omdat we zelf als gemeente geen woningen bouwen, zijn we afhankelijk van partners. Die zoeken we daarbij. En dat lukt gelukkig. En hier in Panningen is dat extra goed gelukt. Op deze plek hebben wij 39 woningen getransformeerd, dus het voormalige Rabobankgebouw. En daarnaast hebben we 19 appartementen nieuw ontwikkeld, ook met een nieuw bestemmingsplan. En die appartementen zijn bestemd voor de middenhuur. In het gebouw van de transformatie, 39 appartementen, 75% van de mensen die daar wonen zijn inwoners van gemeente Pela Maas. Daarnaast zien we ook, eigenlijk heel mooi, is dat heel veel jongeren die gestudeerd hebben in de grote stad in Nederland, toch weer terug willen naar de gemeente Pela Maas en die ook hier een nieuw thuis vinden. Dus dat is eigenlijk heel mooi. En de leeftijdscategorie van mensen die hier komen, het is jong. De jongste is 20 jaar en de oudste is 33, dus een heel mooi, ja, jong publiek eigenlijk die hier achter ons in dit mooie gebouw woont. Julissa is een van de bewoners. Ze zocht al langer een eigen plek en is blij dat ze het in Panningen gevonden heeft. Ja, ik ben Julissa en ik kom eigenlijk oorspronkelijk uit Grashoek. Ik woonde daar bij mijn ouders. Ik woonde best wel buitenaf, dus in een boerderij. En ja, ik was echt op zoek naar een woning, dus vandaar dat ik hier terecht ben gekomen. Het sprak mij voornamelijk aan vanwege de locatie ook wel. Heel centraal gelegen, dicht bij mijn familie, mijn vrienden, bij het werk, mijn sportgelegenheden. En ook omdat het nieuwbouw is, dus het is wel, het is allemaal fris en het is ruim, dus vandaar. Waar zijn we het meest trots op? Eigenlijk toch het geheel, het proces, wat je met de gemeente hebt gevoerd. Dat je woningen toevoegen waar binnen de gemeente Pela Maas behoefte aan is. En eigenlijk gewoon dat het gewoon prettig werken was. Dat je gewoon zegt van, als ik iemand nodig heb, ook van de gemeente, ik bel, je komt in contact, stuur je mail, je krijgt reactie. En dat je altijd hetzelfde doel hebt. En ja, wij vinden dat zeker in de tijd waar we nu zitten. Wij komen bij heel veel gemeentes. En dan springt Pela Maas er positief bovenuit. Is voor ons echt heel fijn. En daar zijn we wel trots op dat we dat samen hebben kunnen bereiken. Deze partner laat zien dat het kan op deze toplocatie hier in Panningen betaalbare woningen realiseren voor onze jongeren. Door een slimme combinatie van en verbouw en nieuwbouw. Echt een top aanwinst voor Panningen en voor heel Pela Maas. Ja, ik ben er echt heel blij mee. Het is voor mij echt een uitkomst dat dit hier gekomen is. Dus ik ben er heel blij mee dat ik nu eindelijk mijn eigen plekje heb gevonden. Ja. Het museum Pela Maas vertelt de geschiedenis van Pela Maas. In verschillende ruimtes is er aandacht voor de rijke historie. Guus Hovens is de combinatiefunctionaris en heeft als doel het museum nog meer op de kaart te zetten en een educatieprogramma ontwikkelen. Nou ja, ik hou me eigenlijk bezig met een heleboel dingen. Ik ben hier een jaar of 5 geleden begonnen. En ik hou me vooral bezig dus met het bedenken van activiteiten, vooral gericht op kinderen. En het opzetten van educatieve programma's, dat vooral. En daarnaast denk ik ook mee met het opzetten van nieuwe tentoonstellingen, tijdelijke tentoonstellingen en vaste tentoonstellingen, zoals de ruimte waar we nu in staan, over de middeleeuwen. En dat is een voorbeeld van een tentoonstelling die we hebben ingericht met veel oog voor interactie, veel gericht op kinderen, waar we ook een heel educatief programma omheen hebben opgezet. Het museum is vooral interactiever geworden, het is meer gericht op kinderen. We hebben een boel activiteiten opgezet met kinderen, we hebben de contacten met de scholen hebben aangehaald, dus met de basisscholen. Daar is onder andere een educatief programma voor de Tweede Wereldoorlog uitgerold en voor de middeleeuwen. Daarnaast zijn verschillende succesvolle activiteiten opgezet, bijvoorbeeld met de Heldense Schans. De combinatiefunctionaris is natuurlijk een product wat wij samen met de gemeente in het leven kunnen hebben en stellen. Want ja, de gemeente is daar toch eigenlijk de financiële ader die dus zorgt dat wij dit kunnen doen.
En daarna gaat die culturele functionaris, de combinatiefunctionaris, die gaat zichzelf eigenlijk waarmaken door het verbinden van al die lijnen. Dus ja, de gemeente is toch wel een stimulerende factor daarin. Hebben we nodig, zonder dat zou het niet lukken. Achter alle mensen in Pelemaas schuilen heel veel verhalen. En die verhalen van die mensen zijn vaak gestoeld op een stukje geschiedenis. En die geschiedenis die heeft vervolgens weer vorm gekregen over hoe mensen zijn, hoe ze een geloof hebben, hoe ze bepaalde rituelen hebben en vooral ook ja, hoe ze in de samenleving met elkaar omgaan. En dat is gewoon heel belangrijk om kinderen aan te leren. En hoe hebben wij gedacht en gemeend dat te moeten vormgeven? Door een combinatiefunctionaris aan te stellen. En deze combinatiefunctionaris die hebben wij verbonden aan het Museum Pelemaas. En het Museum Pelemaas werkt hierin samen met de Bibliotheek Pelemaas en het Onderwijs in Pelemaas. En zo krijgt kunst en cultuur vervolgens weer nieuwe handvaten in de uitwerking, maar dan weer via onze kinderen in Pelemaas. En daar ben ik heel trots op. De combinatiefunctionaris heeft zich dus bewezen. Er zijn nog volop plannen voor de toekomst. Nou ja, dat is enerzijds dus een aantal tentoonstellingen dus onder handen nemen. Dus de middeleeuwen tentoonstelling is daar een voorbeeld van. En volgend jaar in het kader van 15 jaar Pelemaas komt er een nieuwe Pelemaas tentoonstelling. Daarnaast blijven natuurlijk de tijdelijke activiteiten die blijven natuurlijk doorlopen. We hebben verschillende dingen op stapel die we willen gaan organiseren. Daarnaast natuurlijk de educatieve projecten worden natuurlijk steeds verder uitgebreid. En met name ook de samenwerkingsverbanden willen we steeds meer gaan opzoeken. Ook met diverse culturele partijen. We werken bijvoorbeeld al veel samen met de bibliotheek. Maar we willen kijken, ja, kunnen we nog meer samenwerken bijvoorbeeld met Popplaza of met Doc 6 bijvoorbeeld. Een groen en centraal gelegen beleef- en ontmoetingspark waar iedereen welkom is. Dat wordt het Pierspark in Panningen. De plannen zijn klaar en er wordt hard gewerkt aan de uitvoering. We zijn een samenwerking aangegaan met alle partners die hier in het gebied zitten. En dat zijn hoofdzakelijk sportpartners, maar ook natuurlijk de school. Inmiddels twee middelbare scholen, de moskee, Wonen Limburg en de zorggroep. En dat maakt het dat het een hele mooie samenwerking is geworden die we de afgelopen 7 jaar eigenlijk hebben uitgewerkt. En enerzijds met een gebiedsvisie en straks ook nog met een organisatie die we nu gaan bouwen. Ik moet zeggen, op het begin was het heel informeel, oriënterend, maar uiteindelijk hebben we daar wel de vruchten van kunnen plukken en daar zijn we heel blij mee. Ja, ik zeg altijd voor de grap, de blue zone van Pelemaas moet het gaan worden, of misschien zelfs al van Nederland. Dus dat is een omgeving waar mensen zich prettig voelen, waar ze gezond kunnen leven en gezond oud kunnen worden. De hardware, dat moet nu gaan blijken. Hè? Zodra het de schep in de grond gaat, dan zien mensen ook dat er iets gebeurt. En dan wordt het tastbaar. En zover zijn we nu gelukkig. De software, dat is de organisatie, daar zijn we nu mee bezig. Voor een nieuw te vormen bestuur te creëren. Dus dat is eigenlijk de bedoeling dat de kerngroep straks rustig het bootje verlaat. En dat de bestuur dan dadelijk, zoals het ware, de lakens uitdeelt. En het eigenlijk vorm gaat geven. Het Pierspark, prachtig voorbeeld van de kracht van de samenleving. In de tijd, een aantal jaren geleden, begonnen als een samenwerking tussen een aantal sportverenigingen. Maar inmiddels een duidelijke organisatie die staat voor veel meer dan alleen sporten. Hier in het Pierspark komt straks van alles bij elkaar. Wonen, leren, bewegen, maar vooral ook leven. En dat vind ik belangrijk. En dan, als je dan kijkt wat het gemeenschap hier tot ontwikkeling gebracht hebben, daar kun je alleen maar trots op zijn. En dat is natuurlijk een heel dynamisch proces, want ja, zo'n park moet gaan leven en daar komen steeds nieuwe inzichten, nieuwe ontwikkelingen bij. En een van die nieuwe ontwikkelingen hebben we recentelijk gezien, de toevoeging van het buurtcollege aan deze prachtige ontwikkeling. Eerst wordt het gebied opnieuw ingericht. Als dat klaar is, dan zijn we er nog niet. Dan hebben we nog een aantal wensen over om het gebied nog beter te maken, maar ook nog groener te maken. En dan ben ik natuurlijk heel benieuwd van hoe dit park zich gaat ontwikkelen en hoe het er uiteindelijk in de uiteindelijke vorm uit gaat zien. En daarbij blijf ik ervan overtuigd dat ook dat een dynamisch proces is. Want het park zal nooit helemaal af zijn. Het blijft altijd zich doorontwikkelen.
En dat geldt niet alleen voor het gebied, maar ook voor de organisatie. Want in elke goede organisatie heb je krachttrekkers nodig, volhouders, enthousiastelingen. En vooral die mensen heb ik ontzettend veel respect en waardering voor. Voor al die mensen die in de afgelopen jaren en in de komende jaren nog de schouders onder dit project zetten. Ik denk dat de komende jaren dat de partners die zullen meer naar elkaar toetrekken. Want ik zeg wel, op de achtergrond gebeurt er heel veel. Maar als ze zien waar we vandaan komen en wat we nu al eigenlijk met elkaar doen. We gaan dadelijk in 2025, staat er een open dag op de kaart, eigenlijk op de planning. Er zullen heel veel partners aan meedoen. Dus we zullen steeds meer eigenlijk met elkaar gaan samenwerken en daar de vruchten van gaan plukken. Het is regelmatig in het nieuws. Door stijgende kosten hebben veel huishoudens geldzorgen. Om meer inwoners van Pelemaas te helpen, is er per 1 juni 2024 iets veranderd. Nicole Sudan vertelt hier meer over. Zij werkt bij de Wegwijzer, het informatie- en adviesloket van Vorkmeer. Hier zijn we in de vaste spreekkamer van de Wegwijzer, informatie- en adviesloket van Vorkmeer. En we zitten elke ochtend in het huis van de gemeente. Met een inloopspreekuur. Mensen kunnen bij ons terecht voor allerlei vragen. Met name komen wij heel veel vragen tegen over financiën en minimaregelingen. Waar wij mensen dan ondersteunen om die aan te vragen of adviseren in waar ze aanspraak op kunnen maken. Wat wij ervaren is dat in het verleden veel mensen vaak buiten bewoond vielen. Doordat hun inkomen net wat te hoog was. En vanaf 1 juni heeft de gemeente wat dat betreft de normen aangepast. En kunnen ook mensen met een beperkte draaglast toch een aanmerking komen voor bijvoorbeeld bijzondere bijstand. En wij zien dat als een heel grote vooruitgang in de bestaanszekerheid voor inwoners van Pelemaas. Door op tijd hulp in te schakelen, kun je grotere problemen voor zijn. De gemeente Pelemaas heeft hiervoor verschillende mogelijkheden. Zoals vergoedingen bij onverwachte kosten, maar ook hulp bij het opstellen van een persoonlijk budgetplan. Onlangs is een nieuwe aanpak voor bestaanszekerheid ingevoerd. Nou, per 1 juni hebben we dus de regeling verruimd, de regeling bijzondere bijstand. Dat hebben we met name gedaan omdat we zien dat mensen die net boven de norm vallen, buiten de boot vielen. Daar hebben we nu een oplossing voor bedacht door te kijken naar draagkracht. Ik ben daar wel super blij mee dat we in de bestaanszekerheid van mensen nu een grotere rol kunnen betekenen dan voorheen. We zien ook bij de groep jongeren zien we dat steeds meer geldzorgen ontstaan. Ook wel door de abonnementsvormen die je steeds meer ziet in de huidige maatschappij. Met name daarmee hebben we gekeken naar het budgetbeheer. En het budgetbeheer zit eigenlijk meer als er geldzorgen zijn, kunnen we mensen helpen om ook in de toekomst weer te zorgen dat mensen hun financiën op rit houden. Daar is ook wel heel mooi dat we daar een rol van betekenis hebben kunnen spelen. De gemeentes in Noord-Limburg werken samen op het gebied van veiligheid. Met de campagne Kijk niet weg maken ze de inwoners ervan bewust dat er dingen gebeuren die onze samenleving ondermijnen. Kijk niet weg is een bewustwordingscampagne van de 8 Noord-Limburgse gemeentes. Dus dat is van Bezel tot en met Mogemilla. Die 8 gemeentes werken al een aantal jaren samen op het gebied van veiligheid. En daar hoort ook bewustwording bij. Hè? Dus we willen ook die burger bewust maken dat hij of zij ook een aandeel heeft in het veilig houden en het leefbaar houden van de samenleving. En daarom is het ook heel belangrijk om verdachte situaties die je om je heen ziet, om die te melden bij de politie of bij Meld Misdaad Anoniem. Je kunt natuurlijk altijd melden bij je eigen gemeente. Maar wij roepen in ieder geval steeds op, zie je iets verdachts. Bijvoorbeeld je bent door het buitengebied aan het fietsen en je ruikt een anijsgeur of een hele sterke acetonlucht. Of misschien zelfs wel wasverzachter. Dan zul je zeggen wasverzachter. Maar dat is vaak door criminelen wordt dat ook gebruikt om die andere geuren die ik net noemde te maskeren. Maar ruik je zoiets, dan kun je een melding maken bij Meld Misdaad Anoniem. Komt nooit iemand achter dat jij die melding hebt gemaakt. Het is een puzzel die gelegd wordt. En alle meldingen samen zorgen er misschien wel voor dat er zaken die niet mogen, dat die wel worden aangepakt. Het ACT Interventieteam is in 2021 opgericht in Noord-Limburg. Dit regionale team voert regelmatig controles uit bij gebouwen of locaties waar mogelijk sprake is van misstanden of niet voldaan wordt aan wetten en regels.
Zo succesvol dat het uit is gerold over de hele provincie. Er zijn nu 4 teams bijgekomen in de rest van Limburg. Dus totaal 5 teams. Die bestaan uit toezichthouders van de gemeentes. En die mogen via de bestuurlijke weg controles uitvoeren. En proberen op die manier ook te kijken, ja, als er misstanden zijn, om dat aan te pakken. Dat kunnen ze ook niet alleen. Dat doen ze bijvoorbeeld ook samen met ketenpartners, zoals ze dat noemen. Dat is bijvoorbeeld de politie of de arbeidsinspectie, douane, FIOD. En gezamenlijk treden ze op tegen ondermijning en georganiseerde criminaliteit. De gemeente Pelemaas is een mooie grote gemeente met ook een uitgestrekte buitengebied. Daar genieten we als inwoners natuurlijk allemaal van. Maar het maakt dus ook kwetsbaar, want dat uitgestrekte buitengebied is ook heel interessant voor criminelen, voor criminele activiteiten. En als gemeente en politie doen we er alles aan om dat tegen te gaan. Maar dat kunnen we niet alleen. Daar is het gebied ook te uitgestrekt voor. En we hebben onze inwoners en ondernemers ook hard nodig om de boel met ons mee in de gaten te houden. Dus ik zou graag hen ook alle willen oproepen. Op het moment dat er criminele activiteiten gezien worden, als men verdachte situaties ziet, dat men dat dan ook bij ons meldt. Daarmee kunnen wij als gemeente en politie effectiever ook die criminaliteit tegengaan.